Matthijs van Nieuwkerk voelt zich kennelijk als een vis in het water bij de commerciële jongens en meisjes van RTL. Het was tot drie weken geleden ondenkbaar dat RTL Boulevard hem te pas en te onpas zou kunnen bellen voor wat quotejes, maar nu ze dezelfde werkgever delen, is dat kennelijk de gewoonste zaak van de wereld. Tot zover zijn onbereikbaarheid. RTL Boulevard had gisteravond een ontzettend voorspelbaar en dus bloedzij item over het succes van vandaag een site. Dooddoeners van Rob Goossens, inkoppertjes van Vivienne van den Assem en Lex Uiting die een quote opleest, het wordt de laatste tijd steeds duidelijker dat de showrubriek vooral mainstream wil zijn en liever niet controversieel. En juist dat is het hoofdingrediënt van VI's grote succescontroverse. Zat er dan helemaal niks juicies in dat item van Boulevard? Nou, wel iets opvallends in elk geval, want die quote die Lex Uiting voorlas, was er eentje van Matthijs van Nieuwkerk. Iemand die dus helemaal niets met het onderwerp, vandaag een site, te maken heeft. Matthijs, die tot voor kort een AAA-status had, wordt door Boulevard nu, collegaatje, genoemd. Lex, we hebben ook nog even ons nieuwe collegaatje Matthijs van Nieuwkerk gevraagd, want hij was natuurlijk met zijn programma eigenlijk als laatste grote programma zo van invloed, zoals de mannen nu zijn. En. Matthijs van Nieuwkerk zegt: Crazy wat je meemaakt als je programma zoveel invloedrijk wordt. Dan komen er veel krachten los, niet allemaal even warm en sympathiek. Waarom is deze quote van Matthijs überhaupt relevant? Waarom werkt de presentator mee aan een item in een showrubriek dat niet is over hem gaat? Moet dat contractueel gezien, voelt hij zich daar nu toe verplicht vanwege het miljoenencontract dat hij heeft uitonderhandeld met Peter van der Vorst? Rob Goosens vindt het in elk geval wel geestig. Ik vind het zo heerlijk dat we Matthijs van Nieuwkerk nu af en toe gewoon kunnen bellen voor een quoteje. Vivienne, ha 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 ha.